De nieuwe bustarieven voor het openbaar vervoer worden nog bekeken, zegt minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij sprak gisteren tijdens de COVID-19-update-persconferentie in de congreshal. De bewindsman wijst erop dat de bustarieven sinds 2011 niet zijn aangepast. Gedurende die periode was het tarief voor een stadsrit vastgesteld op 1 SRD, 85 cent. Dit tarief is volgens Jubitana na 9 jaar niet meer actueel. De minister geeft aan dat de nieuwe bustarieven aan de hand van de protocollen vastgesteld zullen worden. De protocollen geven volgens hem aan dat een bus in het nieuwe normaal niet meer dan 10 personen mag vervoeren. U begrijpt dat dus wanneer we overgaan tot het vaststellen van de reële kostprijs en natuurlijk vloeit daaruit het bustarief voor, want de openwinstmarge moet erop. Dan praten we al over een tarief, een reëel tarief van 4 SRD en 82 cent voor een stadsrit Paramaribo. En dan praten we over de normale capaciteit van 25 personen. Indien we deze nemen we deze informatie verder mee en bij het vaststellen van het tarief op een capaciteit van 10 personen, dan merken we dus dat we gauw gaan zitten op een tarief van, of komen op een tarief van 8 SRD en 52 cent. De minister haalde verder aan dat er ook protocollen zijn vastgesteld voor de toerismesector. Het directoraat toerisme is volgens hem bezig met een actieplan voor de herstart van de sector. Dat houdt dus in dat gesprekken, informatiesessies intensief gepleegd zijn, maar ook zullen volgen deze week, in de loop van deze week. En ik zal het dan concreet benoemen met de orde, ook met de horeca, waarbij wij zeker een aantal punten zullen bespreken en meenemen, zodat we echt ready zijn wanneer we zeggen dat we open gaan. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij sprak gisteren in de congreshal tijdens de COVID-19-update-persconferentie van de overheid. Het openstellen van de recreatieoorden zal volgens de bewindsman afhangen van de gezondheidssituatie.